Ja, en voorlopig dus terug bij af naar 207 dagen. En dat was al een record in de geschiedenis van ons land. Morgen breken we trouwens ook het record regeringsvorming voor heel West-Europa. Nooit was een land langer zonder nieuwe regering na verkiezingen. De kranten vatten het momentum vanochtend al samen in een paar bijzondere titels. De Morgen heeft de rode inktpot bovengehaald. Resultaat na 207 dagen, niets is de dreigende boodschap. België in totale impasse, schrijft de Tijd. Niemand weet hoe het verder moet. Het laatste nieuws vat de toestand samen als hopeloos, maar niemand durft het te zeggen. Muurvast blokklettert de Standaard naast de sombere blik van de koninklijke bemiddelaar. De grafici van Gazet van Antwerpen zochten hun inspiratie bij Suske en Wiske. In de Franstalige pers slaat Le Soir zowaar aan het rijmen in twee talen. CD&V et N-VA ont osé, ils ont dit nee. La Libre ziet de kleine jaatjes weggedrukt door grote nee-maars. En misschien nog het meest opvallend is La Dernière Heure. Niks over de crisis op de voorpagina en binnenin symbolisch lege bladzijden. Er valt gewoon niks te zeggen, vindt de redactie. En dit hoofdstuk nog even afronden met te zeggen dat de N-VA ook praat. Vanavond Bart de Wever is te zien in Ter Zake zometeen om 8 uur.